zijn. We wachten, hè? Zullen we wachten? Nee. Volgens mij moet ik wel even school kloppen. Ik ben een verschrikkelijk indirect persoon. Daar stoort iedereen zich aan. Ik heb een vriendin die zo direct is, dat ze mij opeens ook direct maakt. En als ik dan een keer direct ben, zegt iedereen, nou kan er niet wat minder. Ze schrikken zich rot. Het is ook nooit goed. De mensen vinden mij indirect, omdat ze denken dat er iets achter zit. Achter wat ik zeg. Meestal is dat helemaal niet zo. Maar dat kan je beter ook niet zeggen. Want de mensen voelen zich enorm genaaid als blijkt dat je helemaal niet zo mysterieus bent als ze dachten dat je was. En het is trouwens heel vermoeiend om mysterieus te zijn. Ik zeg de hele tijd dingen die je op minstens 2 manieren uit kunt leggen. Ja, dat doe ik niet voor mezelf. De kunst van het koken is verder ontwikkeld dan de kunst van het liefhebben. Zullen wij samen eten of zullen wij samen neuken? Jij mag kiezen. Ik ben heel goed in koken. Misschien is dit niet zo'n goed voorbeeld. Hou jij ook je oren dicht. Als ik niks zeg, vinden ze me ook mysterieus. Ik krijg wel veel aandacht omdat ik zo mysterieus ben. Ja, niet dat ik erop zit te wachten. Ik kan natuurlijk zeggen, flikker op, ik ben een open boek. Maar mensen weigeren af te stappen van het beeld dat ze van je hebben. Als ze me echt kennen, zullen ze me wel niet meer zo aardig vinden. Nou, niet dat ik mezelf ken. Nee. Als ik heel eerlijk ben, ik krijg maar geen hoogte van mezelf. Ik ben voor mezelf zo langzamerhand één groot mysterie geworden.